Ben je op zoek naar een video met uitleg over een statief voor je smartphone? Dan is dit de video voor jou. Hi, ik ben Laura Elsman, online videocoach voor ondernemende vrouwen die hun business willen laten groeien met video. En een statief is daar een prachtig hulpmiddel bij, omdat je dan eigenlijk overal in elke ruimte, binnen of buiten, je smartphone in een houder plaatst en daardoor je handen vrij hebt. Maar hoe kies je nou een statief uit? Je hebt online zo ontzettend veel keuzes. En om keuzestress te voorkomen heb ik deze video voor jou gemaakt. En voordat ik zometeen dit statief voor je smartphone ga uitleggen, wil ik je heel graag uitnodigen om eens op mijn website te kijken. Want daar vind je sinds kort een nieuw e-book, Gouden Tools voor Video, waarin ik je nog veel meer leuke tools voor video uitleg. Dus wil je daar niets van missen, ga snel naar mijn website. Oké, dus je wilt uitleg over dit statief voor je smartphone. Ik ga je het simpel uitleggen. En misschien lijkt het simpel, maar voor jou, als je nog heel weinig met statieven voor je video hebt gedaan, dan is het gewoon eventjes kijken en wennen. Wat heb ik nou precies nodig om mijn smartphone in een statief te zetten? Want hoe fijn is het om met je smartphone binnen in je hele huis of in je praktijk lekker flexibel te kunnen zijn met zo'n statief? Want je kunt zo'n statief namelijk heel hoog zetten. Je kunt erbij gaan staan. Hij kan wel tot 2 meter. Voor nog geen 2 tientjes kun je dit online kopen. Maar vaak krijg je dan dit thuis gestuurd. En voordat je het weet, heb je alleen een statief gekocht en kan jij je smartphone hier helemaal niet op plaatsen. Dus ja, hoe wil jij nou dit statief in gebruik nemen? Daarvoor heb je uiteraard, misschien had je hem al door, een smartphone houder nodig. En dat is voor mijn gevoel gewoon een hele simpele tip, maar heel veel mensen hebben dat gewoon nog niet in huis. Dus als je bijvoorbeeld als ondernemende vrouw net nieuw bent in het maken van video's en je hebt al die apparatuur nog niet in huis, dan is het best wel fijn om te weten welk statief voor mijn smartphone heb ik nou precies nodig. En het grappige is, heel veel mensen hebben niet eens door dat ze al zo'n statief eigenlijk al in huis hebben. Alleen omdat hun smartphone er dus nog niet op kan, denken ze, ik heb geen statief in huis. Terwijl je dit zwarte dopje bijvoorbeeld even af kunt halen. En daar zet je dan bijvoorbeeld zo'n smartphonehouder op. Hier zit namelijk een heel klein gaatje en het past precies op jouw statief. Oké, en dan zou die nu dus al in gebruik genomen kunnen worden. Je pakt je smartphone erbij en die kun je zo in die klem plaatsen. Maar het nadeel van deze opstelling, alleen een smartphonehouder en een statief eronder, is dat je alleen dus maar horizontale opnames kunt maken. Dus denk bijvoorbeeld aan deze video die ik voor mijn YouTube kanaal heb gemaakt, maar ook video's die ik op mijn website plaats, video's voor mijn Facebook die ik ook graag horizontaal wil hebben. Dan is het hartstikke handig. Wil je nou iets meer, wil je ook bijvoorbeeld verticale video's kunnen maken? Dan kom ik op dit kleine tussenstukje. Dit is eigenlijk een adapter die je op je statief kunt plaatsen. Vervolgens plaats je die smartphonehouder daar weer op. Dan doe ik even de smartphone erin. En dan ben je veel flexibeler. Let maar op. Als je hier aan draait, kun je dus ook je smartphone verticaal maken. En kun je dus ook verticale opnames maken. Nou, ideaal. Dus stel dat dit nou echt een statief is waarvan jij zegt, ja, dit heb ik gewoon nodig, dit moet ik hebben, dit werkt voor mij. Dan zal ik het linkje voor jou hieronder in opmerkingen plaatsen. Ik word verder niet gesponsord, dus het is gewoon puur dat jij het juiste statief kunt vinden. Alsjeblieft, veel plezier ermee. Maar ik wil je nu ook wat meer opties nog laten zien. Ik heb hier hetzelfde statief. En wat ik hiermee wil laten zien is dat er ook bijvoorbeeld smartphonehouders zijn met dit gleufje bovenop. En dat betekent dat er apparatuur in kan worden geschoven. Bijvoorbeeld een microfoon. En die plaats je dan gewoon op die smartphonehouder. Heel handig dus dat het aan elkaar zit. En dan heb je gewoon een prachtig totaalsetje van en een microfoon en je smartphone op een statief.
En natuurlijk zijn er nog veel meer opties voor een statief voor je smartphone. Zoals een ringlamp voor je smartphone. Maar niet iedereen vindt een ringlamp echt prettig. Want je moet je voorstellen, als jij dus je smartphone direct voor een lamp hebt, dan kijk je altijd direct in die lamp. En zeker voor brildragers is dat niet zo heel erg handig, want dan krijg je dus die ronde reflectie in je brillenglazen en dat leidt vreselijk af. Dus dat wil je niet. Dan kun je beter bijvoorbeeld kiezen voor een wat grotere lamp die los staat van het statief en die je dan ergens in de ruimte om je heen kunt plaatsen. Maar een ringlamp is voor heel veel influencers en contentmakers super handig, want het is en een statief en een ringlamp in één. Maar het moet je liggen, het moet je smaak zijn. En over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. Ik hoop dat dit weer een leuke en interessante video voor je is geweest. Laat het even weten met een duimpje omhoog of een reactie hieronder. Ik vind dat altijd leuk om te horen. En ja, laten we elkaar gewoon steunen. En misschien heb je nog wel meer vragen, dan kan ik jouw vraag misschien nog wel beantwoorden. Dus reageer gewoon hieronder. Vergeet overigens niet te abonneren op mijn kanaal, want elke woensdag deel ik dus weer een nieuwe videotip. Dus ja, als je daar niets van wilt missen, abonneer op dit kanaal. En vergeet trouwens niet het e-book te downloaden, hè? Gouden tools voor video. En daar staat deze bijvoorbeeld ook in. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Ciao!